Het Asdongterrein in Beuningen. Het is velen al jaren een doorn in het oog. Toch wil de lokale politiek het terrein nu gaan aanpakken. Maar aan de staat van het terrein ontbreekt nogal wat. Als met dit weer is het bruikbaar. Als het regent, dan hebben we een buitenzwembad in Beuningen. Misschien voor vele mensen een wens, maar op dat terrein niet. Als het zomer is, kun je Parijs-Dakar rijden. Voor de stofontwikkeling en de zandontwikkeling. Dus nu is het niet goed daarvoor. Wil je, zoals wij dat ook graag zien, een evenemententerrein van maken, dan zullen we een aantal maatregelen moeten gaan treffen. Onder andere bestraten, onder andere zorgen dat het hemelwater goed afgevoerd kan worden, maar ook faciliteren in de vorm van nutsfaciliteiten, dat soort zaken meer, die heb je daar echt nodig. En daar zien we wat in, en ook wat heel belangrijk is, is de verbinding naar het centrum toe. Want dan maak je een geheel van Beuningen en dan versterkt het elkaar ook weer. Het is een discussie die al heel lang in Beuningen loopt, al vele colleges hebben ze erover gebogen. En er zijn ook als colleges hebben gezegd van laat maar even rusten. Misschien dat het goed is. Maar dit college heeft nu de club van het hoender ook gegooid. Ja, en dat vraagt natuurlijk een reactie. Tijdens de meest recente editie van Beuningen on Ice waren er wel wat klachten van omwonenden. Nou, dat is een kwestie van hele goede afspraken maken. En de techniek is natuurlijk niet voor niet zo ver als vandaag. En met hele goede begrenzers zijn er hele goede afspraken over te maken. We hebben dat gezien met de kermis op het Moutersterrein. Ook daar was men bang voor geluidsoverlast. Maar met goede afspraken daar is dat ook altijd van een klacht over, dat zul je altijd hebben, maar is dat gewoon wat je ervan verwacht had, goed gegaan. En datzelfde geldt voor Beuningen on Ice ook. En de organisatie van die kant is zo professioneel dat je die afspraak ook kunt maken. Je moet daar kunnen kijken naar grote evenementen, ik noem een Beuningen on Ice, maar ook naar kleinere evenementen die daar juist door die kleinschaligheid zo enorm enthousiast opgepakt kunnen worden. In Beuningen kennen we inmiddels het probleem of het fenomeen van vrijpop met de bevrijdingsdagen. Nou, dat zou je zelfs met grote podium kunnen geven als je het op het plein gaat doen. En zoveel zijn er veel meer dingen. Nu is het vaak zo, je haalt niks naar Beuningen toe, omdat het er niet is. En als je het wel hebt, dan kun je naar grotere dingen gaan denken. En dat zou heel leuk zijn. Zowel voor het centrum van Beuningen, voor de inwoners van Beuningen, maar ook voor de regio. Je zou een regiofunctie ervan kunnen maken.